Hallo iedereen, welkom bij Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. Het is begin december, dus is het tijd om vooruit te blikken op de drukste maand in het veldrijden. Want in de laatste maand van het jaar staan er maar liefst dertien televisiecrossen op het programma en komen er wereldberoemde renners bij in het crosspeloton. En dus hebben we twee althans in de noorderkempen wereldberoemde mannen uitgenodigd. De een is ex-crosser en al jaren onze co-commentator en analist, Dag Bart Aarnoudt. Hallo. En de andere is even ex-crosser geweest, maar het kriebelde te hard en dus kroop hij terug op de crossfiets. Dacht Tom even. Hallo. Twee gasten uit de allebei afkomstig uit Essen. En dat is heilig Crossland toch, Tom? Zeker, weten. Bart, een hele geschiedenis in Essen van het veldrijden. Als je van Essen afkomstig bent en je kan een beetje met de fiets rijden, dan wordt het veldrijden of niet? Ja, eigenlijk. We hebben toch, eh, toch wel zeker al wel wat geschiedenis op dat gebied. En, uh, er is een periode geweest, uh, nu is die een klein beetje wel wat minder, maar uh, dat het echt uh, extreem was. Uh, ja, denk maar aan Kevin Bouwens, uh, Kalmthout Essen. Ik woon nu zelf ook op de grens uh, tussen Essen en Kalmthout. Dus het heeft daar wel enorm hard uh, geleefd en het leeft er nog wel. Maar uh, ja, we moeten ook wel eerlijk zijn dat er wel een, een aantal jaar geleden dat, dat nog wel uh, gekker was. Ja, uh, hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al? Ja, al van begin. Uh, als ik echt heel, heel, heel jonge jeugdtrainer was, was hij uh, ja, wereldkampioen bij de juniorscholen. Dus dat was altijd iemand waar ik uh, serieus naar heb opgekeken. En uh, zoals je zegt, de uh, reden er nog rond, uh, Veel rond bij ons aan de kant. Uh, Stibar is bij ons komen wonen. Powell's. Uh, dus uh, het, was, uh, het is al goed. Veel, same, veel samen getraind ook? Ja, zeker. Ik was, eigenlijk, uh, ik was er slecht van toen hij stopte. <laughs> ja. Nee, we hebben wel heel wat uren samen. Uh, ja. en, uh, ja. Hij keek misschien eerst naar mij op en nadien keek ja, ik op ja. het einde keek ik ik naar meevallen. hem op. Natuurlijk. <laughs> dus, uh, ja, over stoppen gesproken, Tom. Een jaar geleden besliste jij na Essen, toevallig uh, of niet, ja. om ermee op te houden. Maar dan kriebelde het na een half jaar zo erg terug om uh, ja, weer uh, te gaan veldrijden? Ja, ik heb uh, een half jaar in de fiets gewerkt en uh, ja, die mannen dat daar werkten, die waren uh, veel over, de, over het fietsen bezig. En, uh, ja, het is ook bij mij terug binnenkriebel en uh, het is ook ja, nu dat ik het moet doen. Hè. Uh, ik moet niet denken binnen twee jaar nog te, te beginnen met crossen, dus uh, ja, ik, uh, ik heb het terug opgepikt en uh, ik ben blijkbaar terug tussen rijden. Ja, en, en hoe bevalt het voorlopig, tot na een half seizoen om het zo te zeggen? Ja, het begin was pijnlijk natuurlijk. Lichamen zijn ja niet meer gewoon om uh, dat lactaat af te breken na die spanningen. Maar uh, het gaat steeds beter. En, uh, zoals je zegt, uh, de kerstperiode komt eraan. en komt een heel mooie periode na met veel crossen. En ook uh, de grote verdetten komen er uh, nu tussen. Dus uh, ja, het is gewoon leuk om uh, ja, dat er terug wat animo uh, rond de cross is. En, uh, ja, ik heb er wel zin in. Ja. Ja. Hoe ziet december eruit voor jou? Um, ik raak niet echt in de, in de wereldbekerselectie, dus um, het zal vooral de crossen de rond zijn, uh, maar dat zijn ook uh, mooie wedstrijden. Ik praat dan over uh, Loonout, uh, die misschien een uh, ja, bal, ja, iets wel bekende bekender crosser, maar uh, ja, de wereldbeker zal uh, niet gemakkelijk worden. Nee. Uh, wat is jou eigenlijk tot nu toe opgevallen, Tom, uh, in dit seizoen? Want je rijdt er uh, opnieuw tussen. En wat springt er zo wat uit uh, voor jou? Ja, dat trucje, dat uh, de mannen, uh, de, de, de toppers, uh, dat die wel echt uh, veel wedstrijden moeten rijden. En je merkt ook uh, dat die mannen het wel lastig hebben om, uh, om de dubbele weekends altijd, uh, echt altijd goed te zijn. Er zijn er een paar die dat heel goed aan kunnen, maar er zijn er ook wel een paar die er die, die die last mee hebben. En, uh, ja, het wordt alleen maar drukker en zoals je zegt, ja, de, de, de grotere mannen komen er nog bij. Dus uh, het zal niet makkelijk zijn om, uh, om, uh, om altijd uh, te blijven presteren. Ja, inderdaad. Iserbied is daar een voorbeeld van, uh, Bart. Van iemand die zoveel mogelijk wil rijden. Ook mikt op die drie klassementen. Maar hij kient dat wel altijd goed uit, die seizoensindeling. Je moet het natuurlijk kunnen blijven opbrengen en kunnen blijven doen. Maar op zich lukt het goed. Ja, het lukt tot hiertoe goed, maar hij is er nog lang niet, natuurlijk. Het zou, en ik denk wel dat hij slim genoeg is en dat hij er zelf ook wel een beetje in zijn achterhoofd rekening mee houdt dat er nog wel eens weekends gaan komen of een ziekte hier of daar, dat hij echt nog wel eens een keer een, een eventueel wat een minder moment gaat kennen. Maar hij redeneert ook een beetje, wat ik nu kan pakken, dat pak ik al. En dat draait uh, voor hem zeker goed uit. Uh, maar ja, ik. ik ik denk er zelf ook al jaren zo over dat uh, het is één, één cross in een week is. En Tom zal dat misschien zo dadelijk kunnen, kunnen beamen. Dat is toch geen wat ik herinner. Uh, is eigenlijk al meer dan zwaar genoeg. Je wilt nog eens derde week zijn training doen. Dus eigenlijk ja, je moet je nog wat fris herstellen na een wedstrijd. Fris zijn terug na die goede training. Anders word je daar ook niet beter van. Dus als je week na week na week dubbele weekends rijdt, ja, er is volgens mij geen enkel lichaam uh, dat daar tegen kan. Nee. Dus vroeg of laat krijg je daar een weerbots van. Is er wie het vertelt dat ook na zijn winst in Flamanville, van ja, tijdens de week. Veel doe ik niet. Ik ga naar de kine. Uh, ik probeer zoveel mogelijk te rusten. Ik word eigenlijk door mijn vrouw behandeld als een koning, want ik ja. doe niet veel uh, in huis. Gewoon om klaar te zijn voor die, voor die twee topcrossen. Ja, ik vind dat hij dat wel goed aanpakt. Uh, in de zomer die, 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 denkt hij die elk jaar: die, die doe zo weinig. Je ziet hem nergens uh, in, in, de, in de wegkoersen. Zelfs in de grevelwedstrijden. Denkt hij denk van: ja, die moet beter kunnen. En dan is het winter en dan die staat er altijd. Dus uh, hoe het hem het doet, ik vind het eigenlijk wel fantastisch. Want uh, voor, voor mij is dat een van de namen die, die, die er elke cross uh, gewoon staat. En ik, en ik denk ook niet dat hij er aan is. Dus uh, ik vind hem wel een mooi voorbeeld van, uh, van er elke weekend en elke cross uh, staan. En hoe meer het hij er rijdt hoe, hoe meer centen hij verdient. Dus hij uh, heeft al uh, goed verdiend, denk ik, deze winter. Dus uh, ja, voor mij is hij heel goed bezig eigenlijk. Ja, absoluut. Gravel, is dat iets voor jou toch? Ja, ja, het is, het is mooi, uh, maar, maar het veldrijden is, uh, is heel kort en hevig. En uh, gravel is eigenlijk net uh, tegenovergesteld. Dus uh, voor mannen van mijn leeftijd is het best om nog niet te veel te doen, want daar, daar, daar wordt een beetje traag van. En uh, dat gaat toch iets meer richt, uh, richting de, 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 de sterke mannen op de weg uh, naartoe. Dus, uh, je zag ook uh, net, net voor uh, het crossseizoen Michael, en Laurens en Elien, ze hebben er allemaal gereden. Dat was eigenlijk in één crosser, echt, echt supergoed. En dat heeft mee te maken dat, die, dat de cross kort en hevig is. En uh, in de grevel, ja. Dat was uh, een inspanning van 4,5 uur, denk ik. Dus dat is uh, direct voor de winter toch moeilijk uh, ja. te combineren. Ja. Denk er niet om, maar grevel, mij lijkt dat. Ik heb dat nooit gereden, maar dat dat echt zoiets voor de mannen is. Dat die goed Parijs-Roubaix zouden kunnen rijden. Dus sterk, langdurig, redelijk constant tempo, uh, techniek. Uh, maar, maar een echte crosser denk ik, uh, is, is ook niet per se een renner die, die in Parijs-Roubaix een wedstrijd van lange afstand, uh, die zijn specialiteiten of die zijn kenmerken van zijn lichaam, denk ik dat daar meestal toch wel wat anders uh, zijn. Dus, uh, ja, ja het, is, het is een andere inspanning. Van de crosser is het ideaal om dat te doen in, in april en in mei en juni en zo. Maar ik denk ook korter, uh, in, in september en augustus zou ik, zou ik daar als crosser toch uh, een beetje mee oppassen. Maar het is zeker of groot en uh, het spreekt ook wel crossers aan, natuurlijk. Ja, ja inderdaad. We gaan naar december, hè. mannen. Het lijkt elk jaar wel straffer te worden die eindjaarsperiode. In die laatste week van het jaar, van 22 tot en met 30 december, zitten zeven topcrossen deze keer. Dat is op negen dagen. En sommige renners vinden het ook een beetje te veel van het goede. Al is het natuurlijk ook wel, ja, een, een broodwinning. Hè. Ze ze kunnen die zeven crossen als ze die rijden. Ze kunnen er wel wat aan overhouden, maar het is niet uh, te onderschatten. Nee, absoluut. Als je mijn mening vraagt, dan denk ik dat het, uh, dat het wereldje denk ik, te klein is voor dat aantal topwedstrijden. Ze komen allemaal op tv, die wedstrijden, dus je verwacht dan toch ook als, als organisator en als kijker dat er wel een aantal renners aan de start staan van, van een bepaalde kwaliteit. En ik denk gewoon dat de wereld daarvoor een beetje te klein is, het Veldrit-wereldje. Uh, en, en, en als je verwacht ook van renners als organisatie dat ze alle klassementen rijden, ja, dan, dan is er wel ergens een limiet. En ik denk dat we daar een beetje over zitten, over die limiet. Uh, ja, we zijn het net al, een, een dubbel weekend is al kan gerust een keer. Maar week na week na week, dubbele weekends is denk ik gewoon niet haalbaar. Want je moet af en toe eens tussenin kunnen gaan, kunnen gaan trainen en terug een beetje ja, onder conditie werken. Als je dan op het einde daarvan ook nog eens. Wedstrijden dag op dag op dag tussen steekt, ja, dan, dat is gewoon superveel. Ja. Dringt een herbekijken van de kalender zich een beetje op, denk jij, Tom? In de samenspraak met organisatoren, met renners, met uh, UCI? Ja, er is een, een hele discussie uh, aan de gang over uh, de Wereldbeker en de deelnamers er rond. Uh, persoonlijk vind ik dat uh, de Belgische renners en, en, en de Belgische ploegen al enorm veel doen om, om zoveel mogelijk te rijden. Het zijn ook altijd uh, de Belgen die, die, de, die er het meeste zijn. Um, maar ja, het is dat, dat de kalender is, is uh, herbekeken moet worden sowieso. Want uh, ja, bijvoorbeeld Cameron uh, Mason die rijdt van het weekend boom in plaats van de wereldbeker in Flamanville. Uh, orts uh, en, en die durft ook uh, kiezen. Dus uh, het zijn vooral eigenlijk de, de, de betere buitenlanders die, die de luxe hebben om, om, om te durven kiezen. Die, die, uh, die worden buiten de wereldbekers ook nog redelijk goed betaald om, om, om te komen crossen bij ons. Dus uh, die, hebben, die hebben een grotere luxe dan als, als, als de Belgen van de tweede, derde lijn. Ja. Je ziet dat ook wel bij de vrouwen: hè? dat er heel veel keuzes gemaakt worden ja. door die toppers, door Van Empel, door Pieters. Alvarado ik, nu nooit gedwongen ik, maar... ik vind die keuzes heel logisch. Ik vind niet dat, dat de, renner, de renners verantwoordelijk zijn voor de, het, het redden tussen aanhalingstekens van, van de kalender. Of de, ik denk dat het beleid moet proberen, de, de, de bonden moeten proberen, een kalender te maken die. Die haalbaar is als ze, dat, als ze vinden dat iedereen elke wedstrijd aan de start moet staan. Ik denk dat je een renner niet kunt. Ik vind dat een renner moet zorgen dat hij, als hij start, het beste van zichzelf kan geven, een uur lang. Maar ik vind wel dat hij vrij moet zijn om zelf zijn programma te kiezen. En als die kiest, die wedstrijd wel, die niet, Dat vind ik eigenlijk het recht van, van de renner. Daar kunnen niet kwaad op zijn. Ik denk wel dat het, het beleid eerder een beetje moet gaan kijken van. Uh, um, ja waar, waar zit eventueel een, een verbetering om, om, om de beste renners zoveel mogelijk in die topcrossen aan de start te krijgen ja een uh, dreigement van geen wereldbekerjaar is geen WK dat, uh, dat hoort daar niet in thuis in het herbekijken van de kalender Ik vond dat een beetje klinken als uh, ja een, een uh, ja, onmacht roepen, een beetje onmacht. voor alle onmacht, duidelijkheid van de voorzitter van ja, de UCI. Ja, ja, van daar, daar, dat was, vond ik wel heel snel en dat klonk alsof hij echt uh, een beetje een, als een paniekerige reactie van iemand die eigenlijk ook niet lang had nagedacht. Want ja, als, je, als je dat letterlijk neemt, die, die uitspraak, ja, dan sta je daar met drie, vier renners aan de start. Ja. En iemand als Thibaut Nijs die zegt dan gewoon: Ja, goed, dan is het maar zo, dan rijd ik uh, misschien wel geen uh, WK. Hè. Nijs, nice, om het daar even over te hebben. Uh, Tom, na Vlamanville heeft hij aangegeven. Ik ben eigenlijk helemaal leeg. Ik heb uh, nood aan een uh, pauze van misschien wel een aantal weken. Had je dat zien aankomen? Had je dat uh, kunnen inschatten? Uh, ja, we praten net over de kerstperiode. En de kerstperiode is, is uh, een, een plek waar er zijn heel veel crossen, maar weinig verplaatsingen. En we komen eigenlijk nu net uit een periode waar. Uh, de Belgische crossen op, op zaterdag waren, en dan zondag best een grote verplaatsing was. Dus dat was eigenlijk voor de, voor de mannen die nu, nu rijden, ook altijd wel een zwaar weekend. Um, dus um, dat Thibaut. Nu hij rust nodig heeft, uh, heeft hij dit weekend uh, denk ik. Gedubbeld, uh, ja. dat wel. Maar ja. voor de rest heeft hij niet zo vaak een, een volledig weekend. Nee, gereden. klopt. Uh, maar nu, als, als hij nog een, twee weken wil trainen, is nu, is nu, de, nu de moment. Want ja, in, in de kerstperiode. Kunnen kunnen niet meer weggaan. Dus uh, als ze het nog willen doen, dan zou het dit weekend moeten gebeuren. Ja, en hij zit ook met uh, de weg in het achterhoofd natuurlijk. Bart. Ja, Dat is een beetje het gevaar. Hè. Tom zei net al: uh, de, de, de waardering voor Iserbit die alles op de kras zet en in de zomer zie je hem niet. Uh, dat, is misschien, dat werkt voor hem heel goed. We hebben een paar voorbeelden gehad van mega-talenten. Uh, van der Poel, van Aert natuurlijk. Waarbij dat lukte. En goed crossen en goed op de weg. Maar een normale sterveling. Ik kan heel veel voorbeelden opnoemen van jongens die dat geprobeerd hebben, die ertussen zijn gevallen, die uiteindelijk geen een topcrosser zijn geworden en geen een toprenner. Dus ik, ik hoop voor iedereen, ik gun het iedereen dat dat wel lukt. Maar niet voor iedereen, ja, is dat, is dat een, een succesverhaal. Dus uh, ik hoop maar dat, je, dat de goede keuzes worden gemaakt. Uh, en dat, uh, dat de renner in kwestie, want het geldt niet alleen voor Thibonais, hè? er zijn nog voorbeelden, dat die er niet uiteindelijk. Op twee fronten tussenvallen. Dus dat je, ja, is, is het wel voor iedereen haalbaar? Uh, en, en ik denk dat dat wel in het, de keuze die Thibault moet maken nu, dat dat niet gemakkelijk is. Dat dat echt wel uh, knaagt en als het goed gaat, is dat allemaal perfect en zie je wel en super. En er gaan nog momenten zijn dat dat allemaal goed gaat. Maar nu de laatste twee weken zit het wat tegen en dan ja, is dat niet gemakkelijk of nog moeilijker dan, dan normaal om daarmee om te gaan denk ik. Ja, inderdaad, want het is ook ja, je lichaam telkens weer laten aanpassen aan die verschillende inspanning die er toch zit tussen de cross en de weg. Hè? Maar het komt ook het komt ook raar over het je zegt van ja ik ben van de crosswinter uh, vermoeid, want ja mannen als Mathieu, de mannen die nu gaan bijkomen, Mathieu, Wout, uh, Merlier, uh, die, die, die gebruiken eigenlijk gewoon een crossprogramma om een om een lichaam in vorm te rijden voor, voor het wegseizoen. Dus die gebruiken het eigenlijk al als prikkel om het beter te worden na het wegseizoen. Maar er is een heel groot verschil tussen 12 of 15 uh, wedstrijden dat die mannen gaan rijden, of 40. Plus al die, al die, al die verplaatsingen waar, 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 waar die bo nu wel aan het doen is. Dus, um, maar ik vind, ik vind het wel goed dat die bo nu op het moment nog eens is. is, is uh, ja, gewoon een goede crosser probeert uh, te zijn. Hij heeft, hij heeft nog tijd genoeg uh, om op om, om de weg uh, later sprinter of, of iets te worden. Dus uh, ik, ik vind zijn carrièreplanning op het moment niet slecht. Nee, want voor alle duidelijkheid, hij rijdt een volledig crossseizoen. Ja, en dat is ja, een uitgemaakte ja. zaak uh, ja. dit jaar ook. Ja, maar je merkt toch wel dat dat altijd al, nu al in zijn achterhoofd zit, die weg ook nog. Hè? Die, dat komt altijd toch ter sprake ook nog. Uh -huh. en, en ik denk dat dat een heel moeilijke oefening is. Dus uh, ik heb, uh, alle, ik, nogmaals, uh, ik, gun het, ik hoop van harte en ik heb van Thibaut van het Seizoen ook al genoten van, van uh, prachtige prestaties. En Zeker. het is wel iemand die, waar je graag naar kijkt als liefhebber, denk ik, uh -huh. op een crossfit. Uh, ja, uh, hij doet toch af en toe dingen in de cross Zeker. die, die uh, niet iedereen ziet doen, waarvan je ja. weet dat niet iedereen kan dat. Uh, dus dat is zeker. Uh, ja, Bering, nou, Beringen, toch? denk je. Hij, ja. hij, hij wint van het jaar 18 kossen. Ja. 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 Dacht ik. Omdat hij op die manier opent. Ja, en, nou, ja. Een Bering was, was hij voor mij. Ja, die was 10, 15 procent beter als de rest. Want hij, hoe had hij die koers daar wint, dat vond ik, dat vond ik echt. Hij, vond ik een van de mooiste wedstrijden van het jaar. Dus uh, ja, ik hoop dat er nog, nog drie doorkomt. Jij kan er ook van genieten, Tom. Jij, die technisch ook hoogbegaafd ja. bent op de fiets. Dat heeft Nijs ook natuurlijk. Ja, en dat zijn ook, zoals ja, dus Bart zegt, dat zijn mannen waarover gepraat wordt. Wij zijn er hier nu ook in onze podcast over bezig. Dus uh, dat heeft de cross nodig. En, en je, moet, je moet een beetje mannen hebben die aanspreken. En ook durven koersen. Uh, maar bij die boog gaat gewoon alles soms heel gemakkelijk. En als het dan gelijk uh, afgelopen weekend iets moeilijker gaat. Ja, die zijn niet gewoon. Hè. Dus dat, dat komt. Soms moet je ook gewoon kunnen vechten voor een negende of tiende plaats en, en even doorspartelen. Maar dat, dat is, uh, hij is nog jongen. Ja. ja, inderdaad. Dat voordeel heeft hij ook. Dat is, uh... Ja, niet vergeten. Ja. Nee, <laughs> zeker, nee, niet, zeker niet vergeten. Nee. 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 Uh, goed, wie erbij komt uh, als eerste van. Uh, de toppers van de weg, mannen, dat is Wout van Aert. Hij uh, opent in Essen, ga je hem dan tegenkomen? Ja. Meteen, <laughs> Ik kan hem aan de start zien. Daar. <laughs> is dat ook voor jullie iets uh, bijzonders om, om Van Aert daar uh, dan uh, tegen te komen? En, uh, ja, en zeker, tegen te zeker, zeker. Dat is voor de Coles van Essen uh, heel goed. He. Voor de koos in het algemeen. Uh, ze vragen ons dikwijls: ja, vinden jullie dat leuk als, als zo'n mannen komen? Ja, ja he, want uh, die mannen, dat is ja, nog meer dan over een Thibaut ja, wordt nog veel meer over gepaald over die mannen, dus uh, ik zie dat alleen maar als, uh, als heel goed voor het veld rijden. Ja, wel geen BK of WK eh, Bart voor uh, van Aert. alles op die voorjaarsklassiekers. Vind je dat? Begrijp je dat? Ongetwijfeld. Alleen is het jammer. Ja, natuurlijk. Puur als crossliefhebber enkel is dat misschien jammer, maar uh, ja, die mannen hebben de luxe en de status dat die echt kunnen zeggen van van welke cross past er hier in mijn programma. Die dag, die dag en die dag. Oké, okay, ik bel naar die organisatie en dan zijn die organisators ook nog zo blij dat die, dat die belt dat hij bijna. Dat is nu niet helemaal correct wat ik zeg, maar die bij wijze van spreken kan vragen van, van startgeld wat hij wilt. Hmm. Ze hebben dat er voor over. Dus die luxe hebben ze, dus die moeten, die moeten inderdaad, wat mij betreft, zo zou denk ik iedereen het doen, die in, in dezelfde schoenen staat, gewoon uh, ver, verwijgen, kijken, wat is mijn beste uh, planning, wat past voor mij het beste, die crossen rijd ik. En, uh, en uh, in functie vooral van, van, van het wegseizoen ook nog. Hè. En dan heeft hij op zijn manier uh, het beste van de twee kanten. Ja, inderdaad. Het is altijd een, een meerwaarde. Van aard twijfelt er ook nog aan of hij Zonoven of uh, Benidorm erbij gaat nemen in januari. Is dat niet het geval? Ja, dan is het wel heel snel afgelopen. Hè, voor, uh... Ja, tuurlijk. Maar uh, ja, die, 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 hij krijgt kritiek van, uh, van, van net niet, van afgelopen zomer een beetje. Dus uh, het, is, het is normaal dat hij hem een beetje gaat schrappen. Hè? Hij, hij, die mannen hebben zoveel kwaliteit en dat die, dat die gewoon keuzes moeten maken om, om de grootste koersen op de weg te kunnen winnen. En, uh, niemand gaat er wakker van liggen dat hij 10, 15 crossen wint of uh, het, is, het, is, het, is, het is van de zomer dat hij het gaat moeten doen. Dus, uh, ik ben al heel dankbaar dat hij, uh, dat hij gewoon komt rijden en dat hij ja, het, het publiek nog eens uh, komt verwennen. Ja, want vorig jaar was hij uitstekend hè, in die jaarperiode begin uh, januari. Vanuit. Ja, maar toch elk jaar denk ik: met, met die mannen worden wat ouder. Uh, die Hun wegseizoenen duren zeker niet korter. Dus die rijden stilaan toch nog stil, stilletjes een paar koersen op de weg extra. Dus die moeten daardoor misschien ook weer iets langer rusten. Uh, dus ik denk wel niet dat het elk jaar zo vanzelfsprekend is, ook niet voor hen, om, om gelijk terug uh, alles, uh, alles uh, kapot te rijden in het veld. Dus uh, het is misschien niet helemaal hetzelfde, maar bij een Lars Boom en een, en een Stibar bijvoorbeeld, die van de cross, van de top, naar de weg gingen, elke winter dat die terugkwamen, werd dat wel een beetje moeilijker om mee te doen. Die zijn er dat, misschien dat... iets radicaler in geweest, dat wel. Maar toch zou ik er ook niet van verschieten dat het bij, bij een, 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 een Van der Poel en een, een, een Wout van Aert toch is hier en daar ook niet meer zo soepeltjes terug in het veld van dag één bunker op is. Ja, ja. ja dat blijf ik fascinerend aan die mannen vinden. Die, die, die starten in, in, in een cross of op de weg en die, die zijn ineens goed. Hè. Die, hebben, die hebben niet eerst vijf crossen nodig of, of vijf wegwedstrijden. Ineens, als die rijden zijn die goed. En dat is, um, ja, dat is echt iets waar die er volledig mee, uh, mee, uh, mee uitspringen. Want uh, die zo'n mannen als Boom en Stieber die hadden, die hadden toch nog wel een paar crossen nodig ja. om, om echt uh, top te worden. Dus ja, ja dat is, uh, dat is knap en ja, daarmee zijn daar ook die vedettes geworden of zijn dat ze, dat ze nu zijn. Ja. Stibar, die bij jullie ook bekend is, natuurlijk, van in de buurt te wonen, heeft lange tijd in Essen gewoond. Ja. Woont nog in jullie buurt? Ik dacht kapellen momenteel. Ah, ja. Ja. Nadat hij ja. ook vaak verbleef en in, in zelfs permanent met zijn gezin in Mallorca, zeker, ja. heeft hij ook lang. Uh, ja. uh, uh, ja, vals, hij heeft het vals basis op de weg uh, gehad. definitief voor bekeken gehouden. Hij had nog het WK in Tabor rijden in, uh, in Tsjechië. En uh, ja, zo neemt er toch ook weer een uh, ja, bekende veldrijder afscheid van uh, het actieve topsportbedrijf. Uh, maar het is ook weer goed hè, voor Tabor dat hij dat daar nog gaat rijden. Die uh, ja, WK k is daar, dus uh, ja, die gaat altijd extra volk mee naar na de, na de wedstrijd daar uh, meenemen. Dus... Ja, ook gewoon goed dat hij, dat hij daar zijn carrière ook uh, wilt en dat hij trots is om crosser te zijn. Ja. Wat heeft hij betekend voor de cross? Oh, ik vind veel, want hij heeft ook. Ik snap ook ergens wel dat hij op een gegeven moment naar de weg is gegaan, want ja. in het veld had hij ook even gewoon alles gewonnen. Hij heeft een paar jaar gehad: drie keer wereldkamp. Ja, ja keer hij heeft de wereldbekers uh, gewonnen, het klassement gewonnen. Allee, ja, dus hij had het eigenlijk allemaal wel gehad en die jongen was zo ambitieus en had ook. Want, ik vind ook zeker niet dat zijn wegcarrière niet heel geslaagd is of zo. Ik vind hem meer dan geslaagd. Nee. Want uh, als je echt goed naar zijn palmares kijkt, heeft hij toch uh, knappe, knappe dingen gedaan. Ja, ja. En, en ja, het, het moet een ongelofelijke liefhebber zijn uh, van de fiets. Hè. Allee, zo kennen wij hem ja, ook wel, ja. denk ik. Op training was dat ook altijd de meest gemotiveerde. Ja. Uh, maar met wat hij de laatste jaren heeft meegemaakt, qua tegenslagen, me, uh, fysiek ook een beetje, ja, kwaaltjes, ja, uh, blessures. En, en nog zo willen doorgaan, uh, ja, dan moet dat toch diep van binnen uh, ja, uh, echt uh, zijn passie zijn. Uh, dat kan niet anders. Ja, hij is een van de weinige buitenlanders dat echt geslaagd is in, in de Belgische krozen. Ja. Dus, dus, uh, er er je kunt België en Nederlanders op, uh, genoeg opnoemen, maar ja, een, een Tsjech of een Italiaan of, of een Fransman, ja, die, de, de, de Stibar heeft daar gewoon wel uh, zijn eigen recht tussen gevonden. Dus uh, ja, knap. Ja, die ook in zijn eigen carrière. Geïnvesteerd Zeker. heeft, natuurlijk, door Zeker. hier te komen wonen. Ja. En we zien dat nu ook. Cameron Mason, die doet dat ook. Ja. Mm. Ook nog een hele jonge kerel. Heel veel ja. talent, ja. Uh, die Brit. Wie weet. Uh, ja. Ligt voor De hem laad. ook wel zijn zijn allemaal uh, multitalenten. Ja. Ja. Je praat over Stiba, maar uh, 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 breekt hij zijn carrière acht jaar later over of is hij acht jaar jonger? Dan, dan, dan wordt hij misschien ook anders begeleid en, 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 en blijft hij anders, anders crossen zoals nu Mathieu en Wout doen. Dus, die heeft uh, toen echt moeten kiezen van oké, okay, ik word weggeruimd, dan was dat echt nog, echt nog van, ja, dan, dan moet je stoppen met crossen. Mm -hmm. Dat was echt nog die een tijd van, ja, die, die combinatie is, die is onhoudbaar. Terwijl ze dat nu wel blijven doen. Dus uh, in, 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 die, in dat opzicht hebben Mathieu en Wout wel iets veranderd eigenlijk. Ja, ja Mathieu van der Poel is daar uh, gewoon een meester in, ook in uh, die combinatie. Hij gaat... Als wereldkampioen in het veld en op de weg eraan beginnen op uh, 22 december in Mol. Dat is heel laat naar, voor zijn doen, natuurlijk. En hij rijdt een uh, intensief programma in de jaarperiode. En hij zou wel het WK uh, gaan rijden. Vandaar misschien ook de late start. Ja, ja, ja die is natuurlijk ook naar Spanje uh, gaan wonen. Dus, dus, dus uh, de cross is voor hem ook ja, iets, iets minder, minder belangrijk geworden. Kroos uh, gebruikte die mannen ook, ook dikwijls gewoon om, om, om niet nie, kweeën lang op stage te moeten in Spanje. En, en, en op een goede manier conditie op te bouwen. Maar nu ja, heeft hij de luxe om daar in zijn eigen omgeving uh, te trainen. Dus ik begrijp al dat hij uh, dit jaar zo al begint. Ja, en het gaat, als we de carrière van Mathieu van der Poel gewoon al globaal bekijken. Met wat hij al gewonnen heeft tot nu toe. En die wereldtitel op de weg. Ja. Alles wat er nu nog bij komt is gewoon bonus. Het, er moet eigenlijk niks ja. meer. Daar zijn we en, toch over eens. En zo, voor zover dat ik, ik Mathieu ken, heeft hij het ook wel eens nodig om periodes even even de gedachte weg van de koers, uh, helemaal andere dingen te doen, dat heeft hij ook echt nodig. En als je dan, zoals hij nu, stilaan heel veel op de weg begint te, te rijden, of heel veel, toch redelijk veel, uh, met een uh, de 2k nog... Uh, uh, ja, uh, ja dan, dan moet die periode van rust wel wat langer zijn dan het vroeger was, in zijn geval. En dat zal ook wel een reden zijn waarom hij stilaan begint te praten van nog wat minder, minder crossen te rijden, of misschien zelfs ooit het veldrijden heel even aan de kant te leggen. Dus uh, dat is eigenlijk uh, wel allemaal een, een logisch gevolg wat mij betreft. Ja. Ja. Jij bent ploegmaat geweest van Mathieu van der Poel. Uh, ja, toest. als zijn eerste echte uh, goede uitslag op de weg. Dan zat ik bij hem in de ploeg. Maar uh, ja, dat is uh, lang verlogen tijd. Voor mij. Ondertussen is hij wel. Uh, een beetje boven dat niveau uitgestegen. Jullie gingen wel samen trainen, want ja, ook streekgenoten ja. op dat vlak. En dat was voor jou ook niet altijd ja, goed in de eindafrekening, liet je toen wel eens uh, ontvallen, omdat je zo diep moest gaan op training soms. Ja, uh, ik, ik, uh, ik ben overgestapt van uh, Telenit-Videa naar, naar uh, Beobank bank corndon was dat toen nog. En uh, ja, toen ging ik ineens veel met Mathieu trainen, omdat wij ploegmader werden. En toen merkte ik wel direct van... Als ik die elke dag op training moet volgen, dan uh, dat gaat mijn pitch wel, wel te boven. Dus uh, ja, dan, heb ik, dan wist ik niet meer van: moet ik nu meer gaan trainen om mijn niveau omhoog te kriegen? Om, ja, die, die, die was zo goed. Dus dan ja, ben ik een beetje de kluts kwijtgeraakt, gewoon omdat hij ja, al zoveel talent had. Ja. Ja, niet, niet simpel ook niet, hè Bart. Om daarmee uh, om te kunnen gaan. <laughs> nee, nee, absoluut niet. En, en, en uh, ja, zo'n dingen besef je pas vaak ook achteraf. dus uh, ja. Ja, Dat zijn allemaal zaken waar je misschien niet direct uh, uh, over nadenkt, maar uh, dat zijn vaak veel moeilijkere zaken als topsporter om mee om te gaan, dan om die koers en hetgeen wat zichtbaar is voor het publiek, uh, afzien, uh, het afzien is soms nog het gemakkelijkste. Het zijn zo'n zo keuzes ja. die vaak moeilijker zijn. Om, om in je carrière te maken, dan, dan wat het afzien betreft. Uh, dat, dat, ja, dat weet je dat dat erbij hoort. Dat is uh, eigenlijk niet zo heel moeilijk. Dat is gewoon ja, diep gaan en, en zo hard trappen als je kan. Mm -hmm. Maar vaak zo ja, de andere uh, keuzes maken, trainingen. Wat is genoeg, wat is niet genoeg? Uh, uh, hoe ver moet ik er juist? Uh, Vergaan in, in geval van voeding. Uh, want er zijn ook allemaal limieten. Hè. Je moet ook nog het mentaal kunnen blijven volhouden. Dus die afwegingen die vond ik eigenlijk persoonlijk veel moeilijker uh, als beroepsrenner. dan het, dan het afzien en de, het uren, de, en de uren maken op de fiets uh, met de trainingen. Ja, die, die mentale ondersteuning voor een topsporter, Tom, heb je dat ook zien evolueren de voorbije jaren? Um, ja, die, die, die ploegen dat, uh, waar we nu over spreken, die renners. Uh, BO en Corona, waar ik toen zat, ja, die, die zijn nu geëvolueerd naar uh, Alpes-in-Phoenix. een world, ja, world tour. Ja, World uh, tour. Ik denk die stap, hoe uh, die begeleid worden, dat is, dat is, dat is volledig anders. Als, als, als de, de gemiddelde crosser, of de gemiddelde renner en Jumbo Visma, die zitten op een niveau. Ja, dat, dat, die, worden wel, uh, die worden wel echt begeleid. Ja. Maar die begeleiding vindt toch ook zijn weg naar de cross, of niet? Uh, ja, voor, voor sommigen, hè. voor de absolute toptalenten, dat is denk ik in het wielrennen uh, de, 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 de basis uh, van veel renners. Dat, dat, is, dat is nog veel de, de ouders en, en, uh, en de omkadering van, van eigen, ja, eigen structuren dat, dat je moet bijbrengen. Maar uh, ja, je, moet, je moet goed genoeg zijn om, om, om door zo'n teams uh, opgepikt te worden. En zelfs dan nog, in die teams wordt ook nog een klein beetje onderscheid gemaakt. Voor de, de, de kopmannen zullen daar altijd ook nog. Beter begeleid worden dan als, als, als de gemiddelde knecht. Ja. Jij rijdt nu voor Athletes for Hope, dat is de ploeg van Mark Hermans. Komt dat daar aan bod allemaal? Doen? Uh, ja, mentaal. Uh, ja, Mark Hermans is iemand die mentaal supersterk is. Dus gewoon daar, daar uh, de omgang mee op zich uh, is, is al goed voor uh, mentaal weerbaarheid. Maar uh, ja. Uh, je kunt als ploeg niet vergelijken met, met Jumbo -fiets, maar van een Jumbo fietsmaven en een Applejs in Phoenix natuurlijk. Nee, dat zullen we ook niet doen. Maar het, het zegt wel wat, Bart, dat het overal wel zijn, zijn weg vindt. Ja, ja en, en toevallig, we zijn samen, Tom en ik, zijn samen in een auto naar hier gekomen uh, natuurlijk. En uh, toen hadden we het er al wel een klein beetje over dat dat toch. Ten opzichte van toen wij samen jonger waren, Tom is dan nog wat jonger natuurlijk, ja. maar uh, in het veld of, of als beroepsrenner onze eerste stappen zetten. Tegenover de mannen die nu als uh, uh, belofte beroepsrenner uh, vooraan in de twintig zijn. Ja. Dat dat toch wel een, een, een heel andere, ja, weer een nieuwe generatie is. En dat dat vooral veel meer cijfers zijn momenteel. En, en begeleiding tot in de puntjes, alles wordt uh, heel erg voorbereid en is afgemeten. En, en dat is allemaal heel goed, want dat bewijst, ja, je ziet het dan de resultaten, dat dat de, een, een vorm van vooruitgang is. Maar vroeg of laat ja, kun je daarin jezelf ook wel tegenkomen en dan ben je eigenlijk een beetje vergeten waar het soms ook om draait of wat ook belangrijk is. En dat is gewoon simpelweg hard fietsen en, en het niet overanalyseren, zeg maar. Ja. Dus uh, dat is dan een beetje het gevaar. Uh, wat ons betreft uh, waren we het daar denk ik toch wel samen ja. over eens. Uh, ja, dat dat wij het gevaar is van de moderne. Als, uh, de mannen van, van 18, 19 jaar die worden nu zo goed begeleid dat die ze hun een, 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 een moteur al beter ontwikkeld hebben. Door, door zo goed, ik denk als je, als je dat doet op 5, 26, dat je nooit meer die stappen kunt zetten. Terwijl die mannen nu op een 18, 19 al zo goed begeleid worden dat die eigenlijk al gewoon een betere renner worden, een betere sportman omdat je op die leeftijd ook grotere strappen kunt zetten. En dat ziet wij daar waren wij over een babbel in toch ja, ja, de vraag is ook: hoe lang ja. hou je dat dan vol? Want dat is mentaal toch wel een heel belasting. Dan, uh, stel dat je uh, van minuut tot minuut je trainingsprogramma zeg maar, volgt, en, en ook je eten afweegt van, van, op, op de gram, zeg maar. mm -hmm. uh, dat is wel een verschil met, 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 een, met uh, zeker op de lange termijn. Het verschil met iemand die zegt van wow, ik, ik train een beetje iets minder gestructureerd en, en met mijn eten, ik probeer gezond te zijn, maar uh, af en toe moet ik ook eens een beetje kunnen, kunnen zondigen. Uh, ik denk dat dat mentaal wel een, een verschil is, dat niet iedereen daar even lang mee kan blijven omgaan. Nee, nee. Een van die mannen die op jonge leeftijd ook al zo'n stappen heeft gezet, die moeten we ook nog vernoemen, Tom Pitcock. Ja. Die komt er ook nog, uh, nog aan in uh, december. Um, hij gaat tien crossen rijden, ook geen WK voor uh, Pitcock. En voorlopig komen de grote drie, om ze zo te noemen, Pitcock van Aart en van der Poel, vier keer tegen elkaar uit Antwerpen. Gaveren, Hulst en Koksei. Dat zijn uh, ja, hoe dan ook momenten om naar uit te kijken. Hè. Zeker weten. Dat is ja. veldrit van helemaal. Uh, je staat bekend als een technisch hoogbegaafde crosser, Tom. Ik heb het al. Uh, Aangehaald. kijk je dan ook met extra aandacht naar bijvoorbeeld die straffe afdalingskwaliteiten van uh, Tom Pitcock in de strade of in de tour vorig jaar? Zeker. Uh, ik had me vorig jaar de cross van Gavre uh, waar ze met drie samenhangen en dan zag je wel dat, uh, dat Pitcock, ook hoe hij stuurt en alles die stuurt zo direct. Hij durft ook uh, met, met smaller tuberijen als, uh, als, als de concurrentie en, 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 en iets, uh, iets meer grip. En je ziet, ja, die, die zijn techniekjes techniek. Is heel mooi om naar ja. te kijken. multitalent ook, hè? wereldkampioen in ja. de mountainbike, Olympisch kampioen in de Ja, kan ook, ook direct. Dat is ook wou Wout en Mathieu ook direct kunnen. Uh, als die instapt in de mountainbike, ook, die is ook altijd direct goed. Uh, als die begint op de weg, die is ook altijd direct goed. Dus uh, heel knap hoe het die mannen dat doen. Ja, um, Pitcock die heeft ook al veel bewezen in de cross, ook al wereldkampioen geweest. Maar ook hij, een beperkt programma met, uh, met tien crossen. In hetzelfde. Dingen moeten we dat kaderen als van Aard of? Ja, En dan denk dan nog aan zijn mountainbike. Uh, ja. Palmares ondertussen, dat is helemaal, uh, die heeft op de weg al een serieus Palmares. Maar in het, mountain in het mountainbiken heeft hij ook alles al gewonnen, mm. dat is, is echt ongelooflijk. Uh, uh, ik, ik denk niet dat we elke tien jaar zo'n drie renners uh, dicht bij elkaar gaan hebben. Uh, dan de mannen waar we net over spraken, uh, daar moeten we vooral denk ik, nu van genieten. Van wat die allemaal kunnen en laten zien. En, uh, en, en ook de renners die er rechtstreeks tegen mee samenrijden, is dat denk ik alleen maar mooi als je op, op een goede dag daarbij in de buurt kunt blijven, al is het, al is het je moet ze nog niet kunnen kloppen, maar mee duelleren, dat zijn toch vaak herinneringen, denk ik ook, voor, voor later of die bij de bakker en bij de, uh, op café later nog eens naar boven gaan komen, zo'n zaken. Dus uh, laten we hopen dat er uh, mannen van de. Van de, 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 de generatie die nu uh, fulltime krasser zijn, dat die uh, hier en daar is echt goed kunnen, kunnen duelleren met die mannen. Ja, inderdaad. Uh, en dan hebben we het over van Toerenhout en Zweek. Die namen hebben we ook nog niet uh, laten vallen vandaag. Seizoensindeling is voor die mannen ook wel belangrijk, natuurlijk. Als je weet, ja, in december komen de anderen erbij. Als je wil winnen, moet het op andere momenten. Dat beseffen zij ook wel, natuurlijk. Ja. Ah, ik denk dat Michael nu uh, het meeste gekozen heeft. Ah, de indruk had ik al vanaf de eerste wedstrijd. Ik had die zo wat uh, de eerste keer heeft gekozen van ik ga hem proberen mijn, uh, mijn pijl wat over te houden voor, voor de mannen die dan nog gaan komen. Dus uh, die verwacht ik toch wel uh, dat hij nog een stap vooruit gaat zetten. Ja, de Europese kampioen ook al wel wat pech gekend uh, ja. dit seizoen. Ja, met die, met die pech daar nog eens bij kan dat misschien inderdaad zeker nog wel goed uitdraaien. Dat hij dan toch wel uh, zijn, ook, zijn nee. echte vorm zijn allerbeste vorm nog ja. kan komen. Ja. Mm -hmm. En bij Sweek, ja, die die, je merkt toch wel aan alles dat hij zoekend is, dat dat nog niet echt uh, draait zoals hij zou willen en zoals wij de beste Sweek kennen. Uh, dat, uh, dat is zeker niet, maar het kan, het kan snel veranderen. Hè. Vaak uh, is een keer een meevaller en je bent vertrokken voor, uh, en, en je voelde wij, je voelde wij dan fysiek en mentaal uh, een nieuwe. Zeg maar. mm -hmm. En vanaf dan lukt het misschien allemaal wel. Het lijkt wel dat er in één keer zoiets een, een, een dag moet komen dat, dat bij Sweek lukt. En dat hij dan terug vertrokken is voor een betere periode. Ja, goed mannen, onze tijd is helaas beperkt. Maar ik ga jullie nog één vraag stellen. Naar welke cross in december kijk je vooral uit, om? Ja, een van, ja, van die vier waar het die grote drieën staan. En jij, Bart? Ik ga altijd heel graag naar namen kijken. Dat is ook een leuke omgeving en een toffe, toffe sfeer, toffe cross. Op 17 december is dat trouwens ook live te bekijken bij ons. Dit was deze aflevering van Derailleur. Dames en heren, bedankt voor het kijken en het luisteren. En we zijn er in januari terug met een volgende. Tot dan! Hey.